Het is vandaag 26 september en wij maken een gezellige boottocht met de zonnebloem. Mevrouw Rosmalen, u woont in Bussum, dat weet ik. Maar we zitten hier heerlijk op de boot, bij de zonnebloem. Gaat u vaak met de zonnebloem weg? Ja, nou, als kan wel, ja. Ja, als kan wel. En ik ga altijd naar de Soos. En dan komen ze me ophalen en ik word weer thuisgebracht. Dus dat is prachtig, hè? En deze mevrouw die is heerlijk aan de advocaat. Met slagroom. Want voor minder doen we het niet, hè? Nou, ja toch. Moet ik... Hallo, hier Tini. Het is wel vandaag een beetje een feestje, toch? Lekker varen op de boot. Zo is het. Nou, hartstikke leuk. Heel leuk. Meneer, u bent vandaag met de zonnebloem mee. Waar gaat het toch naartoe? Wij gaan naar Amsterdam toe. Het was de bedoeling dat we richting Amersfoort zouden gaan. Ja. Maar het schijnt dat de brug afgesloten is. Dus gaan we richting Amsterdam. Gaat u vaak met de zonnebloem mee? Dit is de 34e keer met de bootreis. En dat is leuk om te doen. Heel gezellig altijd. Ja, niet verkeerd. Ik denk dat er eigenlijk meer mensen lid moeten worden van de zonnebloem. Daar ben ik het helemaal mee eens. Rita, we zijn hier heerlijk op de boot aan het varen. Met de zonnebloem. En jij bent de afdeling Weesp. Wat zijn je werkzaamheden daar? Nou, ik doe de activiteiten van de koffiemiddagen. En ik doe ook mee voor de activiteit als er een feestmiddag is en als er uitjes zijn. Dus dat werk ik aan mee. Je gaat mee met alle activiteiten zoals de bootvaarten en dergelijke? Ik zit dus al een jaar of wat met Jan samen in de bootstaf. En we hopen dat volgend jaar ook nog weer te kunnen doen. Jan, hoe lang ben jij al bij de zonnebloem? Nou, dit is mijn 12e jaar. We hebben in de totale regio, dat zijn nu 11 afdelingen, hebben wij 17 bestuursvacatures. Dus we zijn naastig op zoek naar vrijwilligers. Bestuursleden, mensen willen vaak geen bestuurslid worden. Je wil eerst eens kijken hoe het werkt als vrijwilligers. En dan misschien wel een bestuursfunctie aanvaarden. Staan blijven. Nee, nog maar.